Ja, u kent hem misschien wel, hè? Dit huis. Een woonhuis van gele bakstenen aan de Prins Hendriklaan. Het is het oude huis van architect Siebold van Ravenstein. En vanaf vandaag is deze woning open voor publiek als museum. Zo kunt u alles te weten komen over deze architect, die veel heeft betekend voor de Nederlandse spoorwegen. In de jaren 30 voorzag hij diverse spoor- en seinhuisjes van een eigen stijl. En die stijl zag je dus ook terug in zijn woning. In het museumhuis mag je als bezoeker zitten in de stoelen en de kastjes openmaken. Het huis is namelijk nog steeds in oorspronkelijke staat. De laatste bewoners zijn er in 2016 uitgegaan. En toen hebben wij de kans gekregen om het huis weer opnieuw te restaureren en open te stellen als museumhuis. Ja, Siebold van Ravenstein dus. De man die voor het uiterlijk van onze spoor- en seinhuisjes heeft gezorgd.